Ik ga hier eventjes een korte demonstratie geven van de RPM-check. Dit is een van onze meest gebruikte hulpgereedschapjes bij het reviseren en afstellen van onze filmprojectoren. En ook wordt het apparaatje veel gebruikt om projecten precies op de juiste snelheid in te stellen, om zelf de films te kunnen digitaliseren. Dit apparaatje moet je eerst even instellen, zodat het overeenkomt met welk vlindertype er in je projector zit. En dan gaat het als volgt. Druk het knopje in en houd hem vast. Ja, totdat het getal in het beeld komt. Het getal geeft aan wat voor type vlinder erin staat. Je kan hem instellen tussen de 1 en de 4. En ik ga hem nu instellen op 3. Want in dit type projector zit een vlinder met 3 uitsparingen erin. Nou, ik zal eerst de projector even aanzetten. Zo, nou, nu kunnen we de snelheid gaan meten, het apparaatje. En dat kan op twee verschillende manieren. De ene is voor de lenshouder, in het beeld. Nou, hier zie je dat hij dan 9200 omwentelingen per minuut. En je zet omrekenen het aantal toeren per seconde, moet je delen door 6. Je kan hem ook op een andere manier meten. Dat is door hem op het scherm te richten. En het grote voordeel daarvan is dat je het beeld niet belemmert. En dat hij het gewoon goed blijft afspelen. Dus dat is het makkelijkste. Nou, als we nu de snelheid gaan veranderen van de projector. Kunnen we het harder laten lopen, zie je de snelheid omhoog uit. Zo, zie je niks oplopen. En nu weer terugdraaien. Nou, een veelgebruikte snelheid als je zelf je filmpje wil overzetten. Is om op 16,6 beeldjes per seconde te laten lopen. Als we het omrekenen naar het getal op de meter, dan moet er 100 op komen. Dus als ik hem nu, dan kijk maar naar het beeld nu. Als hij richting de 100 gaat, dan zou je zien dat het flikkeren minder gaat worden. Dus ik ga hem nu precies inregelen op 100 op de teller. Dat is dus 16,66 beeldjes per seconde. Zo. En als u nu het scherm ziet, dan is het flikkeringen nu helemaal weg. Nou, tevens zal ik even kijken wat de waarden zijn van deze projector, hoe langzaam die kan lopen en hoe snel die kan lopen. En daarvoor ga ik de film nog eventjes opnieuw terugspoelen. Zo. Goed, dan ga ik nu een stukje uitleggen op die projector. Nou, laten zien hoe de film invoer gaat. Eerst laten lopen. Film invoer knop vastzetten. Dan de film invoeren. Zo, soms heeft hij nog een beetje hulp nodig. Ja, dat komt er achter een netjes uit met deze automatische tik-up arm. Met de automatische spoel pak je hem, tik je verder en we hebben beeld. Nou, nu ga ik laten zien wat het bereik is van deze projector. We gaan hem helemaal terugdraaien. De langzame snelheid. En dan zie je dus dat hij ongeveer 7300 toeren per minuut. En als we dat 73 delen door 6 zie je ongeveer 12 of 13 beeldjes per seconde zijn. En dan gaan we hem als het snelst laten lopen. En dan draait hij ongeveer 128. En dat is ongeveer 25 beeldjes per seconde dat deze gaat. Samengevat, het metertje is ideaal om precies de snelheid van de filmprojector te meten. Bijvoorbeeld 16,6 beeldjes per seconde voor het zelf digitaliseren. Of 18 of 24 beeldjes, zodat de filmprojector precies goed loopt en het geluid de juiste snelheid geeft bij het afspelen.